Heb je nu niet gekocht op internet of zo? Yo beste kijkers, welkom terug bij een nieuwe aflevering van Kingdom. Lekker dansen, de dag beginnen natuurlijk. En zoals je ziet heb ik weer wat iron in de oven gedaan. En heb ik even kijken. Hebben we wat wol, hebben we wat eten kunnen maken. Nog niet maken, maar we kunnen het nu maken. Hoppakee, 16 broodjes. En even kijken. Trouwens, wat ik nog niet heb laten zien aan jullie. Baking bread. Oh, die had ik eerder gemaakt natuurlijk. Ik heb dus gemined. Dat weten jullie niet, of wel, ik weet niet. Maar ik heb dus gemined en ik heb wat stuff gekregen en fucking nice shit. En... wat was dat nou? Dat was hierboven volgens mij. En als het goed is, omdat ik een beetje weet, nog een beetje van Minecraft waar alles zit, heb ik op niveau 30, dat is dit hier. En ben ik deze die kant op gegraven. En wat ik hier echt gewoon heb gevonden is gewoon echt gewoon zo awesome. In ieder geval, dit is dan de cave waar ik uitkwam. En dat, ik weet niet, dat is gewoon puur toeval geluk of zo. En dan loop je deze kant helemaal door uit. En dan vind je gewoon een spider farm. En ik dacht gewoon, een spider farm. Is een spider farm? Is volgens mij een mob spawner. Ja. Yeah. Maar in ieder geval, dan vind je gewoon een spider mob spawner. Dat is gewoon zo awesome. Dus ik dacht van, nice. En ik had de loot er nog in laten zitten, want ik dacht van, dat moeten jullie zien. Golden apple, name taggie, 2 strings. Neem deze ook lekker mee gewoon. En ik denk van, ik laat het gewoon zitten. Want dan kunnen we misschien ooit, een spawner hiervan maken. Spawner. Ja, een mob spawner. Voor als we string nodig hebben of ender eyes of zo. Dus vandaar deze hier ook. Dus ik laat hem lekker zitten. En ik weet nog nu wel op het moment waar hij zit. Misschien dat ik mijn coördinaten ervan moet ook schrijven of zo. En als jullie dat willen, dan, ja, dan zet ik hem gewoon open. Voor onze KD natuurlijk straks. Ik weet niet of de KD dan doorgaat. Ik heb er wel al eentje in gedachten. Maar en anders moeten jullie ook gewoon even in de beschrijving gewoon een leuke KD naam misschien opzetten. Dat ik daar nog over na ga denken. En misschien kan combineren met mijn naampje. Naampje? Of naam? Ik weet niet. Oeh, dikke parkour skills hier hoor. In ieder geval, ik heb al aardig wat gemined. Niet deze gangen. Niet dat jullie dat denken van zo, heeft pittig lopen minen. Nee joh. Ik ben lekker beneden bezig geweest. Ik zal het even laten zien. Oké, hier dus. En hier ben ik een beetje op ontdekkingsreis gegaan. 1, 2, op moment nummer 3 bezig zie ik. En dat is stripmine natuurlijk. Maar we gaan gewoon lekker naar boven. En wat ik wel ga maken eigenlijk is Iro een trap treden. Zodat ik niet meer hoef te springen. En dat is veel chiller. Dat zorgt er gewoon voor dat ik veel makkelijker alles kan doen. Voor mezelf. Maar gewoon lekker naar boven. En let's go do that. Maar in ieder geval, nu zit er weer niemand op de server. De server loopt niet zo hard natuurlijk. We zijn met z'n drieën bezig. Het is een whitelist server. Dus ik weet niet wanneer de invites komen. Invites. Wauw. Onze sugar cane. Niet onze riet, maar de sugar cane is gegroeid. Het is geweldig dit, hè jongens. En oké. In ieder geval, we hebben sugar cane. Kunnen we hier ook nog wat planten als we willen. Hoppakee. Lekker meer. Ik wil meer. Meer. Oké, name taggie, zadel. Kunnen we een big of een paard gebruiken? Een pier, kou en knieën. Maar... oh, iron. Hoppakee. XP. Dan wou ik met jullie het dak afmaken, denk ik. Oh, wacht. Helemaal vergeten, een bed. En we zijn level 30. We moeten een enchanting kamer maken. 3 wol. 1, 2, 3 wol. En hout. Hout heb ik hier liggen natuurlijk. Planks. Oké. 3 hout, 3 wol. En dan doen wij gewoon lekker even een bedje maken van witte wol. En dan hebben we een rooi bed. Yes. Een rooi bed. We gebruiken 3 witte wol en we krijgen een rooi bed. Laten we hier in het hakje zitten. Hakje? Hoekje. Wauw.
En laten we gewoon lekker een beetje decoratie neerzetten. Laten wij een stronk van die neerzetten. Ja, laten we dat gewoon even. Dit is gewoon geweldig, jongens. Ik ben nu opeens allemaal dingen aan het verzinnen hier. Dat wordt mijn nachtkastje met een lampje erbij. Wauw. Oké, en dan wou ik gewoon even kijken. In mijn huisje moet ik lekker klussen, dus ik maak hier een klusbankje. Dan moet ik nog een furnace hebben. Laten we ook even furnace maken. Eentje is genoeg hoor. 8 stuks nodig. En dan moet ik ook eigenlijk een chestje hebben, net of het mijn bijzonderheden zijn. Hop, hop. Ik ben zo goed in het maken, jongens. En nog een chestje ernaast. Serieus maak ik tegenwoordig zo chesten met een, gewoon... Wauw, ik ben niet wakker, denk ik. Daar heb ik 8 voor nodig. Bam. En ik heb een chest. Hey. Doen we die daarin. Zo. Awesome. En dan is het huisje af. Ja, let niet op het dak. Het dak, dat vliegt er nog wel een keer op. Even kijken. Ik heb 1 golden apple. Die wil ik eigenlijk daar in de chest doen, samen met die en die. Hey, dan heb ik een tweede chest erbij. Dit is zo verwarrend. Oké, ik heb helemaal geen slimes gezien nog een keer. Oké, zo. En, wauw. We gingen de trap maken. En dan ga ik even kijken of ik een verhaaltje voor jullie kan maken. We hebben cobblestone nodig. Cobblestone. Oké. Crafting bench. Zit hier nog wat in? Jee, daar zit wat in. Oké, let's build stairs. Ja, yeah, dat moet zo dus. Oké. Hoppakee. Heb ik daar genoeg? Ik heb geen idee, maar ik denk dat ik te veel maak. Dat is anders ook voor mijn meisje. Zo. Die gaan hierin. En heb ik iets leuks te melden? Nou ja, het is Kingdom. Dat weten jullie inmiddels wel. Het is de 4e aflevering? 4e aflevering, ja. We zijn nog niet... Oh, wauw. Ik kan niet plaatsen. Ik weet het. In ieder geval, we zijn lekker aan het survivalen. Zoals gewoon Kingdom moet beginnen natuurlijk. Want je spant niet gewoon met een kasteel. Tenminste, dat lijkt me best raar als je al met een kasteel en alles inspant. Het is eigenlijk gewoon creative. Dat is cheaten. Dat doen we niet aan. We doen gewoon alles in survival. Ik kon net zeggen bijna creative. Maar we doen alles gewoon lekker in survival. En we vinden het gewoon leuk. Tenminste, ik vind het leuk. Ja, en als ik het helemaal zo plaats, dan is het helemaal tof. Boom. Zo, dan kunnen we als het goed is gewoon snel naar boven, snel naar beneden. Dan hoeven we niet meer te springen. En dat scheelt gewoon tijd. Dat is gewoon awesome. Ja, laten we gewoon een stukje minen. We waren hier gebleven. Ik heb toortjes mee. Tenminste, we hebben nu toortjes eindelijk. Plaatsen gewoon of het gewoon goedkoop houdt is met vuur op of zo. Dus ik neem die mee. Maar in ieder geval, wat ik eigenlijk heb gedaan vandaag. Vandaag niet zoveel. Ik ben naar school geweest, net zoals iedereen eigenlijk. Terwijl dit op een zondag waarschijnlijk wordt geüpload. Maar ik vind het gewoon wel gewoon awesome om gewoon weer te survivalen. Ik heb gewoon. Survival is gewoon het begin waar ik mee ben begonnen en waar ik nu ook weer een doorstart eigenlijk mee aan het maken ben. Wat uiteindelijk gewoon uitloopt tot een vette serie. En dat vind ik gewoon tof. Tenminste, dat ga ik er gewoon echt serieus proberen van te maken natuurlijk. En daar steunen jullie ook in, als kijkers. Om gewoon te laten zien van, awesome. Leuk dat je dit bent begonnen. En daarom, ik vraag niet om likes. Alleen op het eind natuurlijk. Maar ik vraag niet of van, like nu meteen. Want ik wil 5 likes voor ik de volgende aflevering maak. En dan sta ik stil. Want als ik op likes moet wachten, dan sta ik natuurlijk nog een tijdje in de trein. Dan zit ik in Parijs. Maar, nee, ik ga niet over Parijs beginnen. Dat is 2 weken terug. Maar, ik vind het gewoon tof om gewoon weer Minecraft te spelen. Minecraft heb ik al een tijdje natuurlijk niet gedaan. Tenminste, alleen minigames. Maar met minigames, ja, dat veroudert en versaait ook wel een beetje als ik alleen maar minigames loop te doen. Dat is op zich leuk, want tenminste, ik vind minigames op de Hypixel dan wel grappig. Omdat... triple coins. Ja, triple coins, dat is gewoon awesome. Gewoon triple coins, dat is gewoon het leukst. Geen triple coins, ja, dan is het gewoon niet. Dan is niks. Nee, dat is echt zo. Als er geen triple coins zijn, dan vind je mij niet heel snel in de lobby. Maar in ieder geval, als ik Hypixel doe, dan wacht ik op triple coins. En dan speel ik vooral paintball, want paintball, dan krijg je lekker veel coins. En is gewoon lekker leuk om te spelen. Dat is ook niet heel moeilijk. Gooit de sneeuwbal, wint,
scoort, gaat weer door. En ja, het is gewoon awesome. Eigenlijk is dit alweer bijna het einde van de video. Volgens mij is dit... Nee, niet. Want ik had wel hier in de mine had ik al een keer eerder gevonden. Even kijken of we... Oh, we zijn al te ver. Hey, gold. We found gold, diggers. We are gold diggers. Yeah. Oké, nice. Als het goed is, dan moeten we heel even die kant op lopen nog. Op de 999 of zo. Hier 1999, één van die twee. Zit dus een gang. Hier. 999. Dus dat is dit. Ja. En ik had zo... Oh. Ik had hier zo het gangetje gemaakt. Want dat... Ja, ik vond het gewoon vet om hier dan te eindigen. En dan daar te beginnen. Dus, ik ga hier bij de aflevering afsluiten en ik ga lekker zelf de gang zo terugmaken. Laten we deze ook alvast... Oh, dat zijn zoveel visjes. Nee! Sterf! Oh, waar komen jullie vandaan, joh? Ik heb jullie niet gekocht op internet of zo. Goddammit. Oké, okay. Oh, er zijn er weer nog meer in. Boom! Sterf! Geef me jullie XP, want ik heb honger. Ik heb honger, want ik heb XP. Wauw. Oké! Okay. in ieder geval deze kant op. Die ga ik lekker kant op. Ik stop hier met de aflevering, want dit wordt helemaal echt te derp. Jullie hebben nu lekker de coördinaten kunnen overschrijven waar ik zit. Ja, dan succes. Je zit dan in de grot, maar... Weet je, be my guest. Net zoals alle andere afleveringen, we gaan gewoon lekker dansend afsluiten. Bedankt voor het kijken naar deze video. Doe zeker een duimpje omhoog als je deze video tof vond. Abonneer als je meer wilt zien natuurlijk. En dan, ik zeg later, guys.